Welkom bij het Brabants Buske. En ik snap dat je misschien Hannelore, Alice of Daisy hier had verwacht. Maar vanaf vandaag ga je mij ook vaker zien, Eva. Ik stel jullie voor aan Michiel. Hoi. En ik dacht vandaag, want het is toch Veteranendag, om allebei een witte anjer op te spelden. Ja, dat is een mooi gebaar. Ja. Durf je het aan? Zeker. Dan gaan we beginnen. Nou, let's go. Misschien weet je het nog wel, een paar maanden geleden, toen waren we hier ook op dit schoolplein. Het was één grote zandvlakte. We zijn hier het schoolplein aan het afbreken om het helemaal klaar te gaan maken voor de bouw van een heel mooi nieuwe buitenplaats voor het buitenonderwijs. Dat de basisschool Effen de komende jaren gaat doen als eerste in Nederland, het vonkenprincipe. Goedemorgen. Hoe is het schoolplein geworden? Heel mooi. Ja? Ga je het me laten zien? Ja hoor. Kom, gaan we die kant op. Groeit hier? Hier groeien onze pompoenen. Ik dacht dat we die zelf uit zaadje opgekweekt hebben, maar dat weet ik niet zeker, want ik bemoei me hier niet mee. Oh. Ik dacht dat dit paprika was. En dit zijn de tomaten. Oh ja, dat gaat dus van alles groeien. En gaan jullie dat dan ook zelf opeten? Volgens mij is dat wel de bedoeling. Dit is het amfitheater. En deze tegel, dit is gemaakt door alle tegels die hieruit zijn gehaald. Dus daar heb je een hele tribune van kunnen maken? Ja. Mooi dat zeg. Dat heeft de vader van Nora hier voor gedaan. Maar dat zijn dus veel tegels? Ja, echt heel veel. En wat gebeurt hier dan? Hier hebben we ons nieuwe thema geopend. In het theater, dat was het thema. En ja, hier kan je gewoon chillen. Het is mooi geworden, hè? Ja, heel mooi. Super trots wat het is geworden. Ja? Ja. Hé, hey, maar ik denk dat Leon ook wel wil proeven. Nou, ik denk dat ik deze keer oversla. Wat maakt dit schoolplein zo uniek? Ten eerste dat we het echt samen hebben gedaan met ouders, met kinderen, met het team. Zelfs buurtbewoners hebben het ontwerp meebedacht. Samen met dan uiteindelijk de ontwerpster Jacqueline. En nou ja, waar we nu zitten, dit is gemaakt door ouders. Hè. Ooit is er een eerdere reportage gemaakt dat we met ouders alle tegels er hebben uitgewipt. Dus we hebben heel veel samen gedaan. Tot op het laatste toe met de kinderen hebben we dus alles geplant. Dus al het groen wat je ziet is geplant door de kinderen. En ik denk dat dat wel het heel uniek maakt. Hey, en als jullie het oude schoolplein een cijfer moesten geven, wat voor cijfer was dat dan? Een 2? Dat is niet veel. En nu? Een 9,5. Zo, maar dan is het echt een stuk beter geworden, hè? Ja, ben je het daarmee eens? Nou, op zich. Ja, vertel. Ja, ik denk dat ik dan het oude schoolplein een 4 moest geven. En deze dan een 8, denk ik. Dit is wel de beste plek van het schoolplein, denk ik, hè? Ik heb er nog nooit gezeten. Ja, dit is ook voor jezelf goed. Heerlijk. Een koffie erbij. Zo, ik denk dat ik hier blijf liggen. Ik denk het ook. Heerlijk. Fijn weekend zo. Ja, goed weekend. Kom maar achterin, kom maar achterin. Mij is het toe bevallen, dan kom er maar weer in. Ja, wat doe je als je 9000 vierkante meter tuin hebt? Nou, Ad en Fien, die wisten daar wel raad mee. Die hebben er namelijk een pluktuin van gemaakt. En vriendin Corrie, die zei, je moet echt eens in deze tuin gaan kijken. Wat is fantastisch. Goedemiddag. Fien? Ja, hallo. Ja, wat een fantastische tuin. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe komen jullie hier aan? Ja, zaaien. Ja. Wie zaait zal oogsten. Maar hoeveel jaar werk is dit? 3-4 jaar. Oh. Ja. Nog maar net begonnen. Ja, nog maar net begonnen. We hadden eerst een boomkwekerij en nu hebben we voedsel, bos, pluktuin. Ja. Gaan we met deze? We gaan met deze. Kijk, fantastisch. Aha. Nou. Geef die maar aan mij. Ja. Dit is een flinke tuin, hè? Ja. Ik heb nu al een vakantiegevoel. Ram pam pa ram pam pa ram pam. Ja,
laten nou ja, plukken. Iedereen laat maar wat moois zien. Wat heb je allemaal? Kom eens hier. Nou, ga maar eens ik heb een schaar. Schaartje. Ja, ja. Ik heb een schaartje. Maar wat adviseer je? Nou, die blauwe kom. Die adviseer ik. Ja? Die blauwe adviseer ik. En hoe laag moet je hem afknippen? Ja, zo lang mogelijk steeltje. Even kijken, dit is een mooie. Zo. Er zit geen bloem in. Nee. Oh. In a sympathy letter. That won't bring me down, that they can only get better, I'm happy. And the only reason why is 'cause I say so. Ook leuk. Ad is meer ja. Van het fruit. Het is allemaal hobby. De clue zit er ook in om heel veel verschillende rasjes te hebben. Verschillende bomen, verschillende planten. Ja, voor mezelf is dat leuk, maar ook voor mensen die komen. Het moet wat afwisselend zijn. Hè? Dus het is wel heel veel fruit. Maar ik heb ook vooral gezocht naar oud-Hollandse rassen. Ja. Ook omdat je niet wil spuiten. Je wil dit zo natuurlijk mogelijk laten ontwikkelen en laten groeien. Dus ja, en hier kun je die druiven zien. Ik weet niet of het iets wordt. Frankrijk gaat goed, maar het klimaat wordt warmer. Dus ze zeggen dat in Nederland ook druiven geteeld kan worden. Maar dit doe je nu voor het eerst dan? Dit is voor het eerst. Deze staan er nu, denk ik, 2 à 3 jaar in. Maar zie je al wat zitten in de plantjes? Dit zijn de nieuwe trosjes, hè? Dat worden de druiven strak. En ja, het is ook vooral genieten. Maar je dacht, ik wil eens wat anders. Ja. Maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld weten waar de framboosjes vandaan komen. Hoe de bloemetjes geplukt moeten worden. En ja, dat vinden we ook belangrijk. Oh, and I'm happy. Dancing in the rain on my tiptoes. Vind je dankjewel dat we even achterom mochten komen? Graag gedaan. Het Brabants buskenschepje. Nou, we hangen hem op. Oh, ik dacht je gaat hem gebruiken. Oh, we gaan hem gebruiken. Ja. We gaan hem mee werken. Ja, dat is toch zonde. Hartstikke leuk dat jullie er waren. Dankjewel. We zijn in Nassau, Baarle-Nassau. En we kregen een berichtje van Johan en van allemaal mensen die Johan kennen, want hij moet James Bond wel zijn. Kijk aan, we hebben hem. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat ziet er goed uit. Ja, op verzoek. Verzoeknummertje. Ik was 13, 14 denk ik toen ik mijn eerste film zag. Dat was The Man with the Golden Gun. Kon ik als manneke van een jaar of 12 niet slapen. Ben ik naar beneden gesneakt in mijn pyjama en mijn ouders zaten The Man with the Golden Gun te kijken. Ja, en toen is het virus eigenlijk begonnen. Bond. James Bond. Nou, fantastisch. Jij een keer? Zal ik eens proberen? Ja, ja hoor. Actie. Bond. James Bond. Net echt. Sommige talenten heb je niet, hè? Ja, dat is ook duidelijk. Snelle auto's, snelle vrouwen, drankjes, mooie locaties. Ja, dat is denk ik wat heel veel mensen ook al willen. Ja, het is een soort ideaal van je. Ja, en het is gewoon leuk om daar tegenaan te schuren. Dus we gaan ook, als we op vakantie gaan, proberen we ook naar locaties te gaan waar films opgenomen zijn. Dan gaan we kijken waar scènes opgenomen zijn. Dat doen we met de mensen van James Bond Nederland. Gaan we ook regelmatig op tour om plekken te bezichtigen. En ja, het leuke is natuurlijk gewoon om de scènes na te spelen en te filmen, een stukje overschrijven. En ja, dat is eigenlijk deel 2 van de verzameling. Het pronkstuk is eigenlijk mijn rekje van de Golden Gun, de man met de Golden Gun. Dat was ook de eerste Bondfilm die ik zag. En ja, dus fantastisch dat iemand vanuit een sigarettenkokertje, een aansteker en een vulpen een wapen kan maken. Deze versies zijn er wereldwijd 400 van gemaakt. Deze is ook genummerd, dit is nummer 284. Ja, en als ik iets moet aanwijzen in mijn verzameling, is het dus echt wel dit geweer. Hey, je hebt hier nog meer weggezet? Ja, ik heb hier nog meer weggezet. Wat ook wel een herkenbaar iets is, is het stalen gebit van Jaws. Jaws werd gespeeld door Richard Kiel. Die had dus het stalen gebit in Moonraker en The Spy Who Loved Me. Dit is een replica daarvan. Ze hebben zijn tanden een paar jaar geleden bij Ion & Warehouse weer gevonden. En daar hebben ze 715 afgietsels van gemaakt. En daar is dit er één van.
Hij heeft hier een staalkabel in zijn mond, omdat misschien, zoals mensen wel weten, hij de liftkabel doorbijt waar dan James Bond in zit. Deze is ook gesigneerd door Richard Kiel zelf. Dus dat is ook weer een leuk item om te hebben. Maar dan krijg je dat binnen, dan ben je toch als een kind zo blij? Ja, nog blijer eigenlijk. Ja, je bent zo trots als een poot met 7 staarten. Eigenlijk. Heel lang wachten, heel lang zoeken, heel lang... Want dan komt dat is dan echt een momentje? Ja, dat is echt een momentje. Er zijn mensen bij die maken er hele unboxing video's van, hoe dat ze zo'n ding uitpakken. Eva, het voelt u als vakantie. Lekker, hè? Heerlijk. Wat heb jij binnengekregen op de socials vandaag? Nou ja, eigenlijk best wel een hele hoop. Maar wat vooral een heel mooi initiatief is, dat is in Steenbergen. Daar zijn ze een fietstocht aan het fietsen voor het goede doel. Namelijk het Ronald McDonald Huis. En dat doen de mensen daar voor Max. Max is 3 jaar en die is te vroeg geboren in 2017. En sindsdien heeft hij heel vaak in het ziekenhuis gelegen. Dus toen zijn de ouders natuurlijk vaak in het Ronald McDonald Huis geweest. Dus ze hopen hiermee heel veel geld op te halen. Dus een heel mooi gebaar. Hey Eva, ik zit al de hele tijd in die envelop te kijken. Wat hebben we binnengekregen? Nou... Ik zal je vertellen, wij hebben een superfan genaamd Herman van Gelswijk. En Herman die is vorige week 54 jaar geworden. Oh. Dus Herman, van harte gefeliciteerd. En ja, hij is zo'n fan. Hij zegt ook al van ik kijk al een paar jaar heel graag naar het Brabants Buske. En daarom heeft hij voor ons als team, jawel, stroopwafels gestuurd. Oh. Ja, oh, maar voor echt iedereen. Veel ook. Ook zit, voor jou, Leon. Er zitten nog meer stroopwafels in. Hoeveel heeft hij gestuurd? Dus ik zeg, Herman, op jou. Kan Herman niet gewoon worstenbroodjes sturen? Jij bent zo ondankbaar, Leon. Nee, dat is toch heerlijk? We hebben 2 pakken. Jeetje. Wie jarig is trakteerd. Ja. Op de camping, met z'n allen bij elkaar. Op de camping, zet de champagne maar klaar. Op de camping. Camping de Zwammerberg zijn we. Goedemiddag. U zit er goed bij. Waar komt u vandaan? Uit Heenvliet, Zuid-Holland. Oh. Ben je al jaloers, Leon? Ik niet. Nee? Hou je niet van de camping? Nee. Ik ook niet. Waar bent u heen gefietst? Oh, wij zijn naar de Drunse en Loonse Bossen? Drunse en Loonse Plassen. Ja, de Loosdrechtse Plassen. Daar heeft u ver gefietst, hoor. Daar zat hij toch niet op. En wat doen jullie nu zoal dan de hele dag? Ja, terrasjes zitten en verder? Ja, dus fietsen. Fietsen, terrasje. Ja. Een stuk wandelen, terrasje. Kaartje leggen. En na die coronatijd, hè, hoe leuk is dat, hè? Ja. Terrasje pikken. Nou, vandaag mag natuurlijk weer een stuk meer. Ja. Ik moet een kapje. Ja. Ja. We hebben hem nog. Ja. Nee, maar dat hoeft nou niet meer hier. Nee, het hoeft niet meer, maar vindt dat wel goed? Ja, ik vind het wel prima, als het mag zeker, hè? Ja. Maar goed, als het mag, en anders ja, we volgen er een lijnen maar netjes in. En nu zo de barbecue aan? Pannenkoekenbakken. Oh. Als je naar wilt, dan moet je blijven. We blijven, Leon. Ja. Ja, we blijven. Zeg maar wat je wilt. Eentje met stroop, eentje met kaas, eentje met spek. Nou, kies maar. Doe maar stroop. Goed zo. Eva, dat was hem. Ja, mijn eerste. Mag ik nog een keer mee? Jawel toch, Leon? Ja hoor. Ja hoor. Hey, maar voordat we hem afsluiten... We hebben nog heel veel tips nodig, mensen. Dus ga je nou de komende zomer heerlijk barbecuen? Of heb je gewoon een heel goed verhaal? Laat het ons weten. Brabantsbuske@omroepbrabant.nl. En nu vanaf de camping? Proost! Proost.